Na een week wachten is het weer zover. Hij is terug! Hij is terug met een filmpje! En dit filmpje gaat om... wat doe je? Oh, dames en heren en ronde bonnetjes. Word nou ook een ronde bonnetje. Abonneer op dit kanaal. We hebben bijna de 700.000 abonnees. Dus abonneer eventjes. En vergeet natuurlijk dan ook niet op het duimpje omhoog te smashen. Want bij de 7000 likes krijgen jullie van mij allemaal weer Kelzo. Ik was een week weg. Hij heeft me niet eens gemist. Verdomme Kelzo. Maar omdat ik nu zo enorm verdrietig ben. Zo enorm verdrietig. Laat ik weer eventjes een verboden te lachen te doen. De regels zijn simpel. Als je lacht ben je af. We zitten weer in mijn Discord. Onder het tapje Try Not To Laugh. En zo te zien hebben wij weer heel veel video's ontvangen. En daar gaan wij weer met z'n allen op reageren. Ik heb zoals gewoonlijk weer 10 levens. Elke keer als ik lach gaat er een leventje weg. Ik kan het nu. Ik zal niet lachen. Het gaat mij niet gebeuren. Dames en heren, welkom bij Verboden Te Lachen. De allereerste filmpje die we gaan kijken heet ook wel Superster Bros 64. Ook al van de game Super Mario 64. Maar we zien nu iets met een trap. Waarom zijn mensen in 2019 zo vaag? De video duurt ook maar 5 seconden. Was dit een video? Maar waarom zou je dit doen? Waarom zou je zonder reden van de trap afspringen? Moest ik lachen? Nee. Dat voelt zonder grappen enorm goed. Ik hoefde niet te lachen, nog steeds 10 leventjes. Oh! Na zoveel afleveringen van Try Not To Laugh heb ik het onder de knie om mijn lach in te houden. Deze video krijgt sowieso van mij een duimpje omhoog. We zijn nu beland bij de volgende video en de volgende video heet... Hond spuit water uit zijn kont als die blaf. Wat? Waarom kan Kelzo dat niet? Waarom schiet Kelzo geen plas uit de kont als hij aan het blaf is? Oh my god. Wat? Nee, ik moest lachen. Ja, maar ik heb 3 zwaktepunten. Dierenfilmpjes, onverwachte dingen en mensen die vallen. Gewoonlijk laat een dierenfilmpje mij weer lachen. Nee! 9 levens, jongens. Goed begin. Maar hoe krijgt hij zoveel water in de poepen dan? Waarom kijk ik verder? Waarom kijk ik naar een hond die water uit de poepen spuit? Ik ben een beetje teleurgesteld in mezelf. Duimpje omhoog. Ik weet niet waarom. Schattige puppy. Oh nee, het zijn dierenfilmpjes. Ik moet toegeven, het is wel een schattige puppy. Wat kan een schattige puppy nou weer verkeerd doen? Meestal kun je aan de ogen zien als hij speels is. Dat is heel erg zo bij Kelzo. Als je dit witte hier ziet, is hij zonder grappen enorm speels. Waarschijnlijk dit beestje ook. You died. Ik hou mijn lach weer in. Ik hou mijn lach weer in. Ja, maar dit is toch oprecht gewoon schattig. Originele video. Laten we even kijken. Dit is een anticlimax. Maar mijn volgende vraag is op dit moment. Zou mijn eigen hond dit ook doen? Begeert het niet? Nope. Ik ben zo enorm teleurgesteld in Kelzo. Jullie hebben niet een lachje van me gezien. Dankjewel jongens, dankjewel. I feel so lucky. Oké. We kijken naar dit liedje. Dit was toen een hele grote hype. Onverwachte video. Jullie hebben weer mijn zwakte punt gevonden. Maar ik moet toegeven, dit is ook best wel grappig. Ik moest weer lachen. En de naam van deze serie is Verboden Te Lachen. Maar ik moest weer lachen. Ik stel weer jullie teleur. Een duimpje omhoog als ik jullie teleurstel. Dit is zo stom. Volgens mij heb ik nu 8 leven. Ik ben de tel nu al kwijt. Dans mee, Ronald. Als dit nou echt was, was ik tenminste onder indruk. Deze kinderen hier waren tenminste niet negatief over. Besef, zo gaat die Minecraft 2. Ik had meer verwacht. Waarom heb je geen Minecraft toegevoegd? Dat was het idee. Ik wou een punt maken. Zie ze allemaal losgaan dan. Deze video krijgt sowieso voor mij ook een duimpje omhoog. Maar hey, ik hoef er gewoon weer niet te lachen. Dus ik behoud nog steeds mijn 8 leventjes. Ik doe het nog best wel goed deze aflevering. Unox pakhuis stort in. Ik heb het gevoel dat dit niet de Unox pakhuis is. Mijn eerreep. Volgens mij is het een eerreep. Oh nee! Nee! Het stort daar achter nog helemaal in.
De man in die kruiwagen zit ergens verstopt onder allemaal dozen en zo. Dat is best wel zielig, oké? Gaat het nog verder instorten? Oh, nee! Oh, staat de linkerkant er nog? Dat is een pluspuntje. Dan hoeven ze niet alles op te ruimen. Ja, dit is wel een beetje sneu. En je moet je bedenken dat inderdaad die gast hieronder nog ligt. Ik zie dit wel als een pluspuntje voor mij. Ik heb een beetje medelijden gekregen met het Unox pakhuisje. Dat betekent dat ik weer niet hoefde te lachen. Nog steeds 8 levertjes. Dit is de beste aflevering tot nu toe. Google spelling funny video. Meestal als er in de titel staat funny video, is het meestal niet grappig. Maar misschien is vandaag de dag. Misschien is vandaag de dag dat we eindelijk gaan lachen om een funny video. D. G. O. 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 D. I. Wat gebeuren? I. Ze hebben nu Google gespeld. Goed gedaan, jongens. Ja. I. Google. Nope. Nee! Moet ik zonder grappen hierom lachen? Is dit de eerste keer dat ik moest lachen om een funny video? Is mijn niveau officieel gezakt? Dat betekent, jongens, ik heb nog maar 7 leventjes. Gulugulu! Vastgezet door Canada Record. Gulugulu! Gulugulu! Moest inderdaad weer lachen. 7 leventjes. Gulugulu! Teletubbies meme. Wisten jullie dat ik de inspreker ben van de zon? Goedemorgen iedereen! Wakker worden! Ah! Ik moest mijn lach inhouden. Maar dit is van die volwassen humor die ze in zulke series stoppen. Volwassen humor in kinderserie. Ik pak er eventjes een voorbeeld bij. SpongeBob Watching TV. Waarschijnlijk ga ik nu SpongeBob voor jullie verprutsen. Kijk hier naar SpongeBob die naar koraal zit te kijken. Ja. Kijk eens eentje. En als de slak komt, zet hij supersnel de televisie uit. Rara, wat is het? Rara, wat zal SpongeBob te kijken? Dit is oprecht een hele grappige video. Onverwachte video. Zwakte punten van Ronald. Maar ik hoefde niet te lachen. 7 levertjes. Ik ben vanaf nu de beste in verboden te lachen. Een Spider-Man meme. Everywhere I go, I see his face. Kom op, niet meer die man. Ik ken dat filmpje dat je in één keer zijn gezicht ziet. Ik vind dat oprecht een van de leukere filmpjes. Maar als hij wordt toegevoegd aan Spider-Man filmpjes. Everywhere I go, I see his face. Dit zijn van die onverwachte video's. Dat is een van mijn zwakte punten, jongens. Zoals ik al meerdere malen heb gezegd. 6 leventjes. De volgende video is ook ingestuurd door Lantafantus. En de video heet Stofzuigen doet het niet. Hopelijk is deze video beter dan je edits. En ik heb niet gestofzuigd. Ik denk, doe het wel. Dit is van dat typische Nederlandse humor die gewoon niet leuk is. Dit was zonder grappen echt heel slecht. Dit was nog slechter dan dat besef zo gaat in Minecraft 1. Dit was nog slechter dan de edits van Jordi. Grapje, Jordi. Grapje. Niet pauze worden. Geen diss track maken. Nee. Door de video stofzuigen doet het niet. Heb ik gewoon weer 10 levertjes. Dankjewel. Halleluja. We zijn weer beland op Twitter. En het is zo te zien. Een Sonic meme-pie. Oh. Ik hou van de Sonic memes. Gotta go fast. Oh, wat? Shit! Ja, ik moest lachen. Deze trots, jongens. Ik zie jullie blikjes al van. Hahaha, Ronald, je moest weer lachen. Gelukkig had ik 10 levens. Dat betekent dat ik nu nog maar 9 levens heb. De volgende video heet zoals in Hulk vs. Loki Super Smash Bros. Ultimate. Oké. Huppakee! Boom! Loki wordt waarschijnlijk volledig afgemaakt door Hulk, of niet? I am a god, you dumb creature. Hey, je bent geen god! Je wordt nooit een god! Oké, maar dit is wel mooi. 100! En Loki is neer! Victory for Hulk! Maar dit zijn van die video's waar ik enorm van houd. Creativiteit van deze video is echt supergoed. Je moet het maar bedenken. Dus weet je wat? Allemaal 8 levens weg. Maar ik nog maar 1 leventje heb. Nog maar 1. Dus dat betekent dat ik dun ijs moet zijn. Leven verspillen aan de allerlaatste video die we gaan kijken. Het is een dierenfilmpje. Eén van mijn zwakte punten. Als mijn levens op zijn, ga ik 75 euro doneren aan het goede doel. Dit
dit was ook weer een onverwachte video. En ik moest lachen. Nou, 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 nou. Mijn levens zijn op. Mijn laatste hartje is officieel nu weg. Zoals ik al zei, mijn levens zijn nu officieel op. Ik heb geen levens meer en ik zou dan 75 euro doneren aan een goed doel. Zoals de meesten van jullie weten, ben ik vorig jaar open geweest. Als het gaat over mijn angststoornis, ik had helaas een angststoornis. Wij weten hoe je je voelt. Heb je last van angsten, fobie of wat dan ook? Dan raad ik zonder grap aan om naar adfstichting.nl te gaan. En wees gewoon altijd open. Als het eventjes niet lekker gaat, moet je altijd open wezen. Tegen je ouders, tegen je familie, tegen je vrienden. Je hoeft je nergens voor te schamen. 75 euro versturen. Fijn dat je ons wilt helpen. Ik heb 75 euro gedoneerd. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het een leuke video? Smash op mijn duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. We hebben bijna de 700.000 abonnees. Ik wil jullie alvast enorm bedanken. We gaan richting de 1 miljoen kappa kappa. Zeg mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Peace! 08, bedankt dat je me redt. 8 naar 8, vast maar het brengen. 8 naar 8, dat is wie ik ben.